Verlof is officieel begonnen en mensen die verlof hebben, die gaan natuurlijk ook op vakantie. En zo ga ik dat ook doen, samen met mama. En we gaan naar... Italië, Firenze. Yes, en ik heb er enorm nood aan, want ik heb 5 weken keihard non-stop gewerkt. Dus nu is het eindelijk tijd voor mooi weer, lekkere wijn, goed eten en ontspanning. Zeg, ik heb ook hard gewerkt, dus ik heb er ook wel nood aan. Ja, iets minder dan mij. Alle drukte en hijsa is voorbij. Onze bagage op het Airbnb-appartement. Mama is druk bezig met de foto's voor Instagram te maken. We hebben ondertussen al een glaasje prosecco op. Ik sta hier voor de kathedraal van Santa Maria del Fiore. Het is lekker aangenaam weer, niet super warm. En nu kan eindelijk de rust en het genieten hier in Firenze beginnen. Voilà, dus we zijn onze tweede dag begonnen ondertussen. We gaan nu snel iets zoeken om te ontbijten. Ik heb een adresje gevonden gisteren waar we zeker moeten gaan. En daarna gaan we snel aansluitend hier in de straat verzamelen waar wij wonen. Want we gaan vandaag een gegidste tour doen rond Firenze. Ze gaan ons alle hoogtepunten van Firenze laten zien, zodat we de stad direct kennen op onze tweede dag. En daarbij gaan we ook naar de Galleria, waar de David van Michelangelo staat. En we hebben zo van die fastpasses, dus we moeten niet aanschuiven bij het plebs. Mama, waar staan we nu? De Ponte Vecchio. Inderdaad, de Ponte Vecchio, de oudste brug hier in Firenze. Achter ons ziet je een geweldig schoon uitzicht van de heuvels en zo hier. Sorry voor uw hoed. Het is hier super druk, super warm. Kijk achter ons, heel veel mensen. Maar het is wel de moeite waard, nee? Prima, heel veel juwelen, maar veel te duur om te kopen. Ja. Helaas, de Ponte Vecchio is ook heel cool. Waarom? Omdat je links achter mij op dit moment Matthias Goenaerts ziet lopen. De geweldige acteur van België. Dat vind ik eigenlijk wel te gek. Want ik zag daar straks, of ik zag gisteren op Instagram, dat hij ook hier in Firenze was. En nu loopt hij gewoon achter mij. Ik ga de mens gewoon met rust laten, want hij zal waarschijnlijk een beetje starstruck zijn als hij Marijn de vlogger ziet. Begrijpelijk. Wauw! We zijn nu terug op weg naar waar onze tour vanochtend gestart is. We beginnen aan het tweede deel van de tour en dan gaan we naar de Galleria della Accademia, waar we het standbeeld van David gaan zien, van Michelangelo natuurlijk. Spuiten hier om de zoveel tijd overal heel licht water om een beetje fris te houden. Ideaal. Kijk, Marino. Si. Oh, wacht, ik besef juist dat het eigenlijk de ideale gelegenheid is om u een rondleiding te geven door ons Airbnb-appartement. Dus hier komen we binnen. Direct een hele grote living met een kast voor dingen op te bergen, een strijkijzer en een strijkplank, zitgedeelte, tafeltje,
een toch relatief uitgebreide keuken. Een frigo waar eigenlijk al ter grote verbazing een fles limoncello in stond. Airconditioning, zeer belangrijk. Moeder. Dan een hele coole, authentieke stenen trap. Vet. Zo gaan we door naar de badkamer. Smalle badkamer, maar wel een mooie, moderne badkamer. Met een zeer grote douche waar ik eigenlijk absoluut niet over kan klagen, want ik pas er als grote mens die ik ben goed in. Daar. En dan gaan we vanuit de badkamer door naar de slaapkamer. Sekondje. Voilà. Dus als je het zo ziet, denk ik niet dat we mogen klagen met ons verblijf. We zijn vandaag begonnen aan zaterdag, onze derde dag Firenze. En vandaag een hele speciale dag. Waarom? Die hier naast mij, die gaat ons gidsen. Die deelt de hele dag in. Zij gaat een hele route uitstippelen voor ons. En zij gaat ons met de iPhone gidsen. Dus we zien elkaar zelfs in Zwitserland. Beste gids ooit, tot nu toe. Ja, ik hoop het. Oké, verder beslag van gidsmoeder. Momenteel zijn we aangekomen hier bij het Palazzo Pitti. En dat is dit gigantische uitgestrekte ding hier. En dat is dus het kasteel wat die Medici-familie gewoon had gekocht van een rivaliserende familie. En gezegd, fuck it, wij kopen het nu van ons. En dat is dus deze mastodont waar mama ons heen heeft gegidst na heel wat andere tussenstops. We zijn momenteel een serieuze klim aan het maken en dat is niet evident met zo'n warmte als je het zo warm hebt, maar dat schijnt is het zicht van boven op de top van Piazza Michelangelo zou super mooi zicht zijn, dus ik ben benieuwd of het waard is, al dat gezweet. Kleine update, we zijn nog steeds aan het wandelen. Mijn benen liggen nog steeds op melkflessen, mijn rug is nog steeds zeik nat, maar we zijn er nog steeds niet. Uitzicht is evenredig, toch wel. Ja. Check het. Moe, voldaan en vol gegeten wandelen we nu terug over de mooie verlichte straten hier van Firenze richting ons Airbnb appartement. We gaan het niet te laat maken vanavond, we gaan gewoon rechtstreeks slapen, omdat we morgen heel vroeg op moeten. Zoals je ziet, er is een reden dat wij zo vroeg zijn opgestaan en dat ik zo gek ben om een lange broek aan te doen. We zijn in Rome. We hebben de TGV gepakt, een taxi naar Rome. En ik heb een lange broek aan, waarom? Omdat als we bepaalde kerken of kapellen binnen willen, dan moet je er zedig uitzien. Dus heb ik een lange broek aangedaan met 35 graden. Ja, voilà. We kunnen toch nergens een kerk binnen, want er zijn hele lange files en wachtrijen. Ja. Dus dat kunnen we op één dag allemaal niet rondrijden. Maar we gaan het alleszins proberen en vandaag is dus een dagje Rome. We zijn eindelijk aangekomen aan een kerk, de Sant'Ignazio. En nu ga ik eens kijken of het mij opbrengt
om een langer broek aan te doen met het verschroeiend warme weer. En zoals de traditie het beschrijft, moeten we een muntje gooien met de rechterhand over de linkerschouder. Dus 1, 2, 3. Supergoed nieuws, je ziet waarschijnlijk ondertussen waar we staan. Maar na een hele lange tocht door Rome, een heel zweterige, warme tocht door Rome, komen we hier aan, niks vermoedend, op Sint-Pietersplein. Denken van oké. Wachtende rij. Hè? Zonder wachtrij, inderdaad. We denken, ja. We gaan gewoon naar de basiliek kijken. En er staat uiteindelijk geen wachtrij, dus we zijn gewoon naar binnen. En nu hopen dat we nog effectief in de Sint-Pietersbasiliek binnen kunnen. Want voor zover ik mij herinnerde, was dat een super imposant beeld. Dus mooi! Een van de laatste haltes van onze lange wandeling in Rome is hier, de Spaanse trappen. En nog altijd even heet. Het is goed geweest wat mij betreft. Lang genoeg gewandeld, serieus veel kilometers in de voeten. En met zo'n warm weer is dat niet ideaal, maar we hebben alle dingen gezien die we wilden zien, denk ik. Misschien twee of drie dingetjes na. Sint-Pietersbasiliek binnen geweest, ook wel ideaal. Dus nu gaan we nog ergens een adresje zoeken om iets te eten. Even te ontspannen, een goed wijntje te drinken, want het is nodig. En dan pakken we de trein terug richting Firenze. Voilà, goed. Dus we zien elkaar morgen in Firenze. Voilà, bij deze sluiten we Rome af. Ja. Morgen. Mama, zeg eens, waar verblijven wij? Weet ik niet. Nee, wat voor etablissement is dat? Wat voor systeem gebruiken wij om te verblijven hier? Een Airbnb. Een Airbnb. Juist, verbleven wij volgens mama in een Airbnb. Mama, luister jij ook zo graag naar Airbnb? Vandaag is het dinsdag en vandaag hebben wij iets heel speciaals gepland. Geen gegidste tour door musea, geen wandelingen door de stad. Maar goed, want ik voel mijn voeten niet meer. Nee, ik heb ook wat pijn met mijn voeten eigenlijk. Wij hebben een Vespa-trip gepland rond de heuvels van Firenze, de Florentijnse heuvels eigenlijk. Waarbij wij zelf een GPS krijgen, zelf een kaart mee krijgen en we kunnen gewoon zelf op ons eigen, onder ons twee, ik rij, mama achterop, door de heuvels, kronkelende baantjes, chasen. Dat was een idee van mama, voordat we vertrokken. En ik ben benieuwd wat het gaat opleveren. Met de Vespa rijden is super tof, ik ben er eindelijk aan gewoon, maar zoals je ziet, op mijn dikke bol past natuurlijk weer geen helm. Ik zie er ongelooflijk belachelijk uit en die helm klemt op mijn kop, maar het maakt niet uit. We zijn lekker aan het rijden op de Vespa, mama achterop, die is nu aan het filmen.
Voilà, dus nu gaan we het toch verder zetten, mama kip dak erop en we gaan door. En hier is onze stop van de Florentine Hills Tour. We hebben zo'n GPS-ke waarmee we dus de route kunnen volgen. We zijn hier gestopt voor een lekker glaasje wijn. Mag eigenlijk niet bij de Vespa, maar ja. En iets te eten. En dan gaan we direct vertrekken op onze tweede route naar de Chianti-regio. En dan van daaruit terug naar Firenze zelf. Want we moeten helaas de Vespa al terug inleveren om 6:30 uur. Dus we moeten zien dat we op tijd zijn. Zo, lekker gegeten en nu gaan we vertrekken op het tweede deel van onze route. Ik dacht dat ik dat moest zeggen, maar alleen. Goed, we parkeren juist onze Vespa. Onze Chianti-route zit er eigenlijk op. En dan komen we nu aan op een plaats waar we de vorige keer ook geweest zijn. Waar we een pak meer moeten, wat we moeten doen om hier aan te komen. Piazza Michelangelo. Helaas al onze laatste dag. Het is woensdag. Morgen vertrekken we terug naar huis. We hebben juist lekker ontbeten. Dus nu gaan we nog een paar dingen doen. We gaan de tuin doen. Giardini di Boboli. We gaan misschien Santa Croce of zo doen. Maar we gaan gewoon nog vooral genieten van onze laatste moment. Italiaanse zon en een mooie stad Firenze. We hebben de tuinen gezien, maar het was een grote vergissing. Ja, het was ook het heetste van de dag. Dus ik denk niet dat het goed moment was om de tuin te zoeken. Maar geen kleur, niks. Heel groen, heel eentonig. Op zich was het wel mooi, maar het was gewoon veel te warm en veel te sober, de tuinen. Dus nu gaan we dringend op zoek naar ergens een terrasje waar we kunnen zitten en waar we kunnen opfrissen met drank en zo die spoeiertjes hopelijk. Ik heb eigenlijk niks meer gefilmd voor de vlog, omdat het... Laat het zo zeggen, ik merk dat het de laatste dag is, mama ook. Ik ben heel moe, voldaan wel, op een goede manier, maar zo uitgeput. Het is super warm vandaag. De zon en de hitte in de tuin hebben ons geen goed gedaan. We zijn echt volledig erdoor uit. En daarom, ik had geen energie en geen put meer om te vloggen. Dus ik heb nu nog even het uitzicht dat ik hier momenteel heb tijdens een aperitiefje gefilmd aan de Piazza del Duomo. Nu gaan we enkel vanavond nog eten. Rustig van onze laatste momenten hier genieten. En morgen voormiddag is het pakken. En dan vertrekken naar de luchthaven. En dan zit deze mooie reis er jammer genoeg weer op. Voilà, het is officieel gedaan. We gaan nu voor de laatste keer onze Airbnb binnen. En dan gaan we beginnen aan onze nacht. En morgen vroeg vertrekken we vrij vroeg. Gaan we vroeg op en gaan we richting de luchthaven. Het is mooi geweest, we hebben ervan genoten. Vond je het plezant, mama? Ja! Amai, dat was een heel twijfelachtige dag. Maar goed, ik heb er ontzettend van genoten.
En ik kom waarschijnlijk ook nog wel eens terug naar Ferrie, want ik vind het een prachtig mooie stad. Goed. Hierna komen we waarschijnlijk nog een paar shotjes van de luchthaven. En onze vlucht en reis naar daar. Maar officieel eindigt de reis naar Firenze hier. Merci om te kijken. En tot de volgende saaie België-vlog.